Ik ben Bredame. Ik kom oorspronkelijk uit Herkenbosch. Ik ben nu woonachtig in Remmen. Binnenkort ga ik presenteren bij TV11. Vandaag ga ik koken met Ton. En zelf ben ik niet echt een kookheld, dus ik ben benieuwd wie het er vandaag hier aan toe gaat met mijn kookkunsten. Ja, dit is weer zoiets van te populair koken met Ton. En wij hebben hier bij me staan. Wim kent hem neer. Sinds de film met Jimmy, rende over het strand hier, net wie die vrouw van James Bond. Dat was een chique vleer. Maar heel schoon om te doen. Ja, ik kijk er nog altijd met grote ogen naar. Ja, ik vind het ook heel leuk. En kan ze ook zo goed koken wie hier van het strand hier rennen? Nee, koken dat is niet mijn grootste vak. Nee? Eigenlijk niet. Dus ik neem aan, dat is toch een vriendje, of niet? Jawel. Oh. En dus je het ook voor koken of zo? Dus ik doe maar koken, maar spectaculair is het niet. Dus snel de friet komt rennen en terug. Af en toe wel, ja. Oké, dan laten we heel snel beginnen. Ja. Hier is het chulksje. Helemaal nu. Nee. Zo, vastmaken was hem zelf, want dat heb ik één keer gedaan. Dat heb ik een boze brief gekregen van de vrier en vanaf heeft hij door niet meer. Nee, dan doen we het maar zelf, hè. Dan gaan we eerst een bouillon opzetten. Daar hebben we nodig rundvlees, bouquet, dus wortel, prei, ui, een beetje selderij, kruiden erbij, in dit geval getijmd, laurier, peperkorrels, kruidnagels, jeneverbes. En als we die soep hebben getrokken, dan maken we er later echte uiensoep van. Dus daar hebben we nog een keer uien voor nodig. Dan maken we croutons en get kees voor op. Het ziet er lekker uit. We moeten er nog geen lekker van maken. Helemaal zeg je in de Limburg zit, dat heb ik niet gewend. Normaal is het allemaal van die dure woord. Ja, nee, maar dat hoeft niet altijd duur te zijn, hè. Nou, we gaan eerst het bouquet snijden. Bouquet, dat kan zo bij de bloem missen. Toch een moeilijk woord voor dicht, dus. Ja, dat is weer zo'n moeilijk woord. Ja. Zeg dat je een busje. Nee, dat is prei, wortel, ui. En in dit geval gaat bleekselderij. Okay. Moet ze de wortel even goed chillen? Dat is echt vroeger werken. Jazeker. Oh, kijk eens wat dat eraan geeft. Dat heeft nog nooit gekookt. Dat heb je goed met toespreken. Ja, stiekem wel. Ik denk als ik met Ton moet koken, gewoon ik maar die oefenen. Want die fijn vingertjes, want dat ben ik ook nog nodig, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Wat doe je eigenlijk zo in het dagelijks leven? Ik ben assistent manager op het outlet. Mm-hmm. Die Koenhart. Panties en zuk verkopen. Panties en zuk? Oh, dat laatste heb ik wel nodig, dat eerste niet zo panties. Daar zit ik nog niet zo wel mee lopen. We hebben ook hele leuke heren zuk voor rug, Ton. Ja? Met leuke kleurtjes. Oké. Okay. Je moet maar snel langskomen. Ja, want ik ga een keer naar de outlet. Dat geeft maar toen 54 hoor. En ik heb een beetje kleiner maat. Wat voor schoonmaat heb je? Schoonmaat? Wat veel er met? Ik denk 46 of zo. Oh, daar hebben we genoeg van. Ja, dat is weer een normaal maat. En normaal, die maat wat ik heb is ook heel normaal. 62. Vind je het niet overdreven? Nee. Hè? Je hebt wel eens erger gezien. Oh, dat moet ik zeggen. Volgens mij, wie ze begonnen zijn met die programma's, had ze nog 58 of nee? Ja, 42. Overdrijf, hè? Ja, zeker. Dat doe ik ook weer. Nou, dit gaat weg. Het wordt niet gezien. We moeten het eigenlijk in grove stukjes snijden. Het is niet zo heel belangrijk dat dat fijn wordt gesneden. Het zal ook misschien net te veel zijn voor dat bietje wat ver nu op kan zetten. Dus dan moet ze eigenlijk de helft moet ze gewoon even plakken snijden. Gewin van die... Ja, ik heb die kant. Zo? Oh, die kant. Zo ja. Je zal een gemig zo voor, nee, Ton. Nee. Je Bart, weer niet. Het is wel aardig wie het van het met fabriek. Maar dit is verkeerd, dit vingertje door. Want uiteindelijk is het weg, hè. Met de ene minder kan ik nog alles door, ja. Ton. Maar... Oh. Nou, ik vind dat nu nog alles en ze moeten nog blijven. Leefste wauw. Nou ja, ze is Limburgs. Dan geef ze het eentje dadelijk een partje. Dan wist ik wie ze dat moest doen. Ja. Wat heb ik niet gezien doen? Ja? Oké. Ik zet aan de kant. Nou, daar hebben we wat prei nodig. Ook hier en even een keer doorsnijden misschien. Zo. We zijn nog bijna klaar.
Want het groene hoeft niet, of wel? Nou, het groene is net zo goed. Voor een bouillon is dat zeker goed. Ja? Ja, ja. Oh. Aha. Wil ze dit ook erbij, Bart? Dit stuk? Doe maar erbij, ja. Ja, Bart moet niet zwijgen. Zeker niet van een bouillonnetje. Nee, houd de vingertjes ver van de mes. Zo is goed. Ja. Ja, is prima. Oké. Nou, we gaan gewoon dus die bouillon opzetten, want dat, ja, het is fijn als je dan helder bouillon hebt. En iedereen weet heus wel wie er een bouillon op moet zetten, maar ik laat het toch gewoon een keer zien. Het vlees mocht ze in het water doen, niet. Ik heb gewoon een pan gevuld met water en dan mocht ze gewoon het vlees in doen. Als je bouillon opzet, alles koud. Koud water, gewoon het vlees, mocht ze erin leggen. En dan gaan we dit even dadelijk wassen, dat boeket. Mm-hmm. Maar we moeten nog een beetje bleekselderij en uien snijden. Ik zal je een beetje helpen met de uien. Ja, zeker met de uien, moet hem zeker helpen. Want... ja, anders gaan we janken. Ja. Liever niet. We moeten daar nog genoeg uien snijden. Dus. Maar dat heb ze al zo duidelijk laten zien in dit programma. Ik neem aan dat de droeve kiekers het wel kennen. Hè? Ja. En anders kunnen ze even een mailtje sturen, dan kunnen ze die extra een keer in een dag herkomen uien snijden. De ei hoeft ze dus niet te wassen. Eigenlijk, de prei, waal, wortel hoeft nog niet eens. Want ja, als je die al geschild hebt, is er eigenlijk al binnen niks aan. Oh, wacht, nu doe ik het eigenlijk fout. Ja, dat is het fout. Ja, nu doe ik het fout. Oh, en waarom is dit fout dan? Nee, dit moet ze eerst in de kook brengen. Oh, en dan mogen passeren. Jazeker. Moeten we dat goed krijgen? Nee. Gewoon erin laten zitten, want we hebben ze extra laten zien dat de huisvrouw dat niet moet doen. Nee, Olaf, dat heeft mister Jan. Dit brengt ze eerst aan de kok. Mm-hmm. En koken mogen dus echt niet wild. En dan doen ze het afzoomen. Hebben ze hem afgezoomd dadelijk, dan doen we het hele boeket erbij. Oké. Maar dan mocht de bleekcel die wel nog snijden. Waarom moet dat eerst koken voordat de groente erbij gaat? Nou, dat is het vlees dadelijk gaat koken in dat water. Dan komen er bepaalde die eiwitten beginnen te stollen. Maar ook de bloeddingen die gewoon ook stollen. Daar zitten eiwitten in. Okay. En die houdt ze dan droog. Houdt ze dat dan niet droog, ja, dan blijft die gewoon niet helder. Dus om een mooi helder te halen, dus hem eerst nog afzoomen. En dan dus het boeket met de kruiden alles erin. Wie je hebt geleerd. Ja, dat moet ze gewoon eraf zien, ja. Mag dit maar draaien? Ja, dat mag ze eraf zien. En dan gewoon zo? Ja. Nou, dan mocht ze hier bij gooien dan. Dat ook gewoon? Altijd wassen, ja, mocht ze er gewoon bij doen. Het wassen, eigenlijk ja, altijd. Dat wordt toch niet hergebruiken, dat is alleen maar voor de smaken doen toch? Nee, maar dat is ook die herdoden in een zee van de spullen ze dat af. Je kunt ze beter even in ruim water even voort omhusselen eigenlijk. En dan gooit ze hem daar op een zee. En dat is lekker, ook lekker. Nou, dan mogen we ook die uien daarbij natuurlijk. En dan gaan we wachten tot dat in de kook is afzoomen. Dan gaan we de tussentijd nog even dansen, of niet? Nou, als het begint te koken, wie in dit geval, moet ze hem niet meer hel door laten koken. Dus je houdt eigenlijk het zoom eraf. Dus is ook, dat zijn die eiwitten van het vlees, die beginnen te stollen. En lukt ze dit gewoon met koken, maakt hij ook weer de hele bouillon troebel. Dus dat moest er heel even oefenen. Maar de kinderen er wel in laten zitten eigenlijk in wezen, dat is dus geen probleem. Nou, dan zouden ze er wel in kunnen laten zitten. Maar dan hebben we dat wel troebel. Maar dan wordt er troebel. Oké. Okay. Maar dit heeft niets met de smaak te maken of zo? Nee, ja, het is allemaal smaak natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ik wil heel even een deukje over de rand, want dan zit toch ook verkeerd van die eiwitresten. Kijk ze even, dat ze ook alles met Max, hè? Die zit nog een heel klein beetje hier door. En dan mogen het boeket erop, dus de groentes. De groente, daar komt de bruid toch weer. Als kijk, als ze ze erin gooit, moeten ze ook niet te helder in kwekken natuurlijk. Ook dat allemaal zorgt dat er wel helder blijft.
Dus als het enige erin is, ons gooien, dat is niet goed. Ah, dan kunnen ze het wel. Nee, maar gewoon, als het niet hoeft, moet ze dat niet doen. Ja, dit is dus eigenlijk de manier wie het beste kit. Juist. Ja. Nou, dan duwen we er nog wat kruiden in. In dit geval, je jeneverbes. Of niet allemaal. Je gaat kruid nagelen. Laurierblad. Mogen de gras allemaal, dit zijn dan verse laurierbladen. Is dat Bart met die vingers in het kokend water? Hè? Ja, ik doe het hem niet nog. Doen we nog het tijmen en ook voor de smaak weer. En dan hebben we nog het peperkorrels. Maar als ze die peperkorrels erin is, moeten ze heel even een keer platten. Oké. Zussen hoor. Een platten. God, dat had ik beter kunnen doen. Dus ik dat blijft niks meer over, Ton. Jawel, dat is een trekje. Kijk, wat is hier nodig? Oh. Nou, dat mocht er ook allemaal bij. Als ze nu zijn slang vreuken, dat moet doen. Weet je wat ze moet doen? Dat ligt de hamer. Ja, ik word er al net aan het denken. Maar dan is het er meteen. Hij doet ook zijn best nog wel een bouillonblokje bieden, want voor de smaak. Hè? Dat is echt geen. Maar voor de rest moet het eigenlijk zelf zijn smaak afgeven. Ja. En dit lukt zo ongeveer een uurtje of veer minimaal trekken. Dan zit maar een fles of drie wien klaar. Ja, lekker. Lekker, hè? Ja, in de tussentijd, als de bouillon opstuit voor te trekken, kunt ze natuurlijk wel nog andere dingen doen, alvast voorbereiden voor dadelijk. Ja, want stel, die voor die hoes, is dit er weer gewoon te kieken? Nee, de hoes niet. Nee, dan kunt ze tussendoor nog die dingen doen. Wat ik eens even streken, wassen, ja, alles. Ja. Kunt ze gewoon die dingen doen. Wat fijn. Maar wat ze wel al kunt doen, is ze nog wel croutons maken, dat ze ze alvast voorbereid. In dit geval heb ik dat gewoon, dit zijn plakken brood. Nou ja, normaal zijn ze vierkantige sneetjes gewoon. Bijvoorbeeld, ja. En dan gewoon op een pleitje, steek ze maar uit, maak we eruit een stuk of veer en gaat kees erop raspen. In dit geval heb ik wel parmezaanse kees, is wel lekker, is wat pittiger. Mm-hmm. Maar gewone kees duidt het net zo goed. Hè. En dan kunt ze er net zoveel kees op doen als ze zelf wil. Oké. Ik kan je krijgen het gewoon dadelijk, dan zet die soep van hem in het maken. Let eens op. Kan je eens mijn broer, maar ook voor hem kook ik wel een stof. Oké. Ja, maar dat moet ook hoor. Ja. Ja, dat drukt met zijn café, dus dat moet ook af en toe voor hem gekookt worden. Oh, dan krijgen we binnenkort in de café uiensoep. Bimbit. Dan gaan we er heel af. Nou, als ze heel even nog, toch nog ten even legt, raspen ze gewoon, gaat kees even. Mocht ze gewoon zo doen, gewoon naar boven haaien. Flink gaat kees erop, dat mocht best wel gaan op. Hé, Bart, wie viel op dat je die dames nog een weerlis door zagen? Ja, dat was toch de vraag steeds, nee? Oh. Of de vraag, de opmerking van ik. Ja, ja. Oh, dat mocht flink erop. Ja, oké. Okay. Als ze zo, dan valt het gaat gelijkmatig. Ja, okay. Ja. Oh, dat is aardig te keer. Aardig te keer. En als je dat nu gedaan hebt, schiet het dan de oven in of zo? Ja, ik heb dan even de oven in, mooie kleuren. Als ze er gewone kees voor gebruikt zet, ja, dat smult natuurlijk helemaal. Parmezaanse kees, dat smult niet echt helemaal, maar het is wel lekkerder qua smaak. Het is net zo, wie aai kees heeft ook net wat meer smaak dan een jongere kees. Kai is die broer en dan is die een vriend? Robert. Robert? Ja. Ah, oké. En dan kreeg Robert binnenkort Heb ze in Spanje geslapen dan? Maar ik wou dan niet kijken wie bij wem hoort, joh. Nou ja, dat is dan heel moeilijk. Met zo'n gezelschap heb ze dat toch zo in de gaten, of niet? Ja, maar je dacht dat Robert kan je horen, lang zo. Ja. Lult zich toch wel zo goed, hè, vriend? Ja, hoe is dat nou? Ach. Nee, maar dat wist ik wel. Wist je dat wel? Ja, ik wist het. Oh, nee, hoor, de Bart heeft het opgelet. Nee, ik laat hem maar aanklooien. Kijk, wie er zich dat uit. Oh, nee, maar dat kun je maar goed. Dat kun je goed. Zo genoeg? Ja, is genoeg. Yes. Ja, voor Spanje kost iedereen niet hongerruimte. Nee, maar ja, nu kennen we elkaar allemaal. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Ja, want dat heeft wel die reis met zich metgebracht. Ja, zeker. En het leuke is, van de eerste dag hadden we voor de eerste keer het op de website gezet weer, dat we weer gingen. Ja. En
Het duurde geen 10 minuten, toen ging de telefoon en allemaal mensen die zich al direct weer aanmelden. Okay, dus die hebben zich wel geamuseerd. Ja. En die vond je eigenlijk het kookprogramma van ons twee geweldig. Ja. Maar dat voor Zuzuniver geweest met die hamburgers, dat vond je niet goed. Dus de volgende keer. Als in het 4 bussen, dus dan weet je wat we moeten doen. Dat waren een flink apparaat, toch? Ja, maar voor één man daar zat, dus voor allemaal zat. Oh, dat. Nou, we kunnen in de tussentijd ook nog de uitjes nemen, dadelijk de uitjesoep eigenlijk een deling van te maken. Het een beetje problemen met hun. Ja, dat zou van nemen met denk ik. Ja, dat... Als dus ik uitjes neem... Dus voor het gerecht niet goed gekozen. Wieso? Het heeft een beetje last van hoe je koos daar, of je dat hebt. Ja. Oké. Okay. Als ik die dan snee, heb ik de hele dag van die mooie uig. Burk-uig. Ja. Dat kan ik natuurlijk wel. Dat kan ik natuurlijk wel net doen als je niet gebeurt. Dat is ook weer niet goed. Ja, dat is zo. En dan is het chique als de mascara zo een beetje zo lep. Dan komen we toch weer in die feesten wat binnenkort gaan komen. Ja. Welke feesten komen binnenkort? Ja, eerst oktoberfeesten. Hè. Dat gaat toch weer daar niet aan toe. Oh, en direct daarna is het 11e. Dus weer volle patat erop. Ja. Ja, dat is een uiensoep, dus de uien mogen ook best grover in de soep komen. Ja. Dus kennen we dit sneeën. Het belangrijkste is met uien sneeën dat ze een scherp mes hebben. Ja? Ja. En snits met een cadeau. Dan komen die sappen niet zo vrij, hè? Dan heb je minder kans op trouwens. Ja, gewoon. Ja, inderdaad, er zit gas in. En als ze begint te sneeën, duwt ze die toch in de log. En daardoor, het ligt ook nog een beetje aan de soort, wie vers dat ze zijn. En ja. Oh. Nou ja, ik zou zeggen, ik gewoon een grove stukje sneeuw. Dan zouden ze ook gewoon een plakken, maar dan krijg je dat van die lange sneeuw te vaak aan. Dat is dat is moeilijk eten. Dat is moeilijk eten. Ja, dat is net spaghetti in de lucht. Ja. Dus daarom sneeuw ze gewoon get korter. En je leert het echt ook doen? Ja, zeker. Zo. Maar het wordt toch lange sleerte. Ja, ik zie het. Ja, maar dan kun je het nog lekker doordoen. Ja, zeker. Ja. Jo, twee keer of één keer? Mij niet goed. We maken er maar twee keer van, toch? Die vrouwen hebben toch een aparte manier van de hand te zetten en ze gaat je niet. Ja. Maar hier, dit moet ze. Oh, dat moet nog. Ja, en ik kan je leggen. Die is er nog? Ja, die is er nog. Oeh. Ja, dat moet ook gedaan zitten, Tom. Ja, kijk, ik snee eigenlijk gewoon zo. Op die heukjes. Hij draait dus als het ware met de ui op de plank. Maar wanneer? Hé, en? Het is de kleinere stukjes. Okay. Dat is wel snel gezien, hè? Ja. Uur rustig aan, Britt. Dat hoeft niet snel te gaan. Nee, zo snel ken ik dat ook niet. Maar... Dan is het ook duidelijk om te zien voor de kieker. Ja. Zo is het, hè? Want dat Bart, ik heb eraan dat we te snel trainen door het station heen. Ja, dat doet het ook dagelijks, dat niet zeggen. Echt hoor? Ja, dat is het dagelijks, ga maar. Dat is goed. Geen dood. We gaan weer vliegen. Nou, nu gaan we de uien aanfruiten in de pan. Ik heb het beste, de plankje hier allemaal. Dat is het beste. Ja, een ganse plank. Er zit best wel wat uien op, hè? Ja, dat zit nog wel een kwartier, zeker. Ik zie dat ze de bouillon al gezeefd hebben, Bart. Ja, dat is de bouillon wat we dus veeroren hebben laten trekken. Even pakken. Ja. Ja, zeef is eigenlijk vrij gemakkelijk, hè. Zeef en zeef en dan... Ja, gewoon heel voorzichtig van boven hoe het gewoon door een zeef gooien. En niet door te wild in chappen, want anders dan wordt het alsnog helemaal blind. Ja. Niet dat dat heel erg is voor een uiensoep, helemaal niet. Want een uiensoep hoeft niet glashelder te zijn, maar... Maar bij sommige soep is dat wel mooi, als er echt mooi helder is. Nou, daar hebben we de uien. Maar dan kun je ook nog los nog het verse tijm bij doen. En dat doen we gewoon erbij. Dat is wel, dus zou ik allemaal die stekker in de soep zitten. Ja, maar die vissen we ook zo goed. Oh, zo. Ja. Britje, ruikt ze het wel, hè? Ja, het ruikt heel. De TVL-keuken, hè? Ik kreeg er nu wel onder van. Dat is van de app, hebben we van wel, dat kunnen geur TV, maar dat kunnen iedereen kiezen. Ja.
Dus binnenkort gisteren zelf ook een doen met TVL'er, of niet? En wat gisteren doen? Ja, hoes te kopen. Lui wat een hoes te kopen bestaan. Komen van langs als ze dat willen. Een rooiend leiding. Als je het koopje griep, dan geven de mensen de rooiend leiding en dan leert ze zien welke hoes eigenlijk te koop staat. Ja. En waarom dat het te koop staat. Ja. Oh, dat lijkt me best een heel leuk programma. Ik zal ook interesseren wie dan in die hoes er woont. Ja. Maar ik laat me helemaal verrassen wat het gaat werken. Bartje, heb je een hoes te koop, jong? Nee, ik weet het. Nee. Jongen. Nog niet. Ja. Maar dat weten ze nooit, hè? Dat weten ze nooit, hè, jong? Ja, misschien ben ik wel zo enthousiast dat ik mijn hoes gewoon te koop kan zetten, hè? Ja, die is eerder best nooit. Die was nooit weer aan je zoek met koken. Ja, pritje samen. Hebben we dit niet gedacht, hè? Maar knoflook mocht er best in, hè? Heel vaak is het weer vergeten, nu. Nee, ik was het niet vergeten, maar ik denk, oh ja, dat is wel lekker. Rugens, hè? Wow. Dus het zijn gewoon twee tere knoflook, schiefjes gesneden. Maar zou goed kijken als ze je uien aanfruiten. Niet dat ze eerst die knoflook in, want die knoflook als ze ja, de hel bak of zo, dan krijg je echt zo'n bittere smaak. Dus dat moet er nog gewoon bij. Dat is altijd goed, dat is in alle gevallen is dat zo. Met knoflook altijd heel laat in. Ja, eigenlijk wel, want anders blijft er weinig meer van de smaak. Nou, de zuur, ze zijn mooi glazig, die uitjes. Dan gaan we gewoon de bouillon erop gooien. En wie voor bouillon ze erop duist, ja, dan moet best wel het bouillon op. Met de zuur, ze pakt zich toch veel werk uit hij nu door weet dat ze een collega van ons weer zijn. Ja. Nou, dit mogen echt weer tegen de kook aan. En dan een kwartiertje, 20 minuten echt goed gaan weer. Dus dan gaan we nu 20 minuten pingpong spelen. Lala. Lala. Dat is gezellig. Lala. Crotons natuurlijk ook niet vergeten. Hè? Nee, vergeten jong, maar dat is weer zo zwart. Ja, dat is weer zo zwart. Goudgeel. Mooi hè. Mooi. Jongens, dat is nu TVL voor. Goudgeel, die was alleen een sluitje, die dingen. Ja. Oh. Ik had wel geen melkje gehoord, jong, als je ze eruit pakt. Het is intuïtie, hè. Oh, de hoesvrouw die moet de belkje opgelopen. Ja, ja, hoe lang gaat die in de oven? Een minuut of tien ongeveer. Een minuut of tien? Ja. Oké. Okay. Dus dan hebben we het geheim verrooien van de soep. 10 minuten kwadrantjes in de oven met wat kaas. Klaar is Kees. Bij voorkeur parmezaan en anders oude kaas. Oude kaas. Ja. Dank u wel, Bart. Alsjeblieft. Bartje, jongen, door. We doen die 20 minuten dat frisstand te koekeloeren. Wat is er normaal? Bartje, dus is normaal zo. Wil ze lekker wie een keton? Dan zeg ik meestal ding niet dan nou. Zeg ik ja. Pritje was ook wie een ja, lekker. Oh, kijk eens even. Doe wel een gezellig. Doe. Het zit er weer op, hè? Ja. Het Sjolkske af. Want dit vind ik eigenlijk het mooiste moment van de dag. Ik ben er wie stoed over dings. Gaat eten en gedrinken vind ik altijd gezellig. Ja, zeker. Ik ook. Heb je ook het geleerd van vanmorgen hier? Jawel, ik weet nu wie je een lekkere uiensoep moet maken. En wat me op is gevallen, ik heb citronen niet in de ogen gekregen, wist je dat? Je was dus niet. Dus een goed scherp mes, het halve werk. Juist. Dus Robert, doe Chris de volgende keer uiensoep vers gemaakt door die Nienoke. Britt, kom, we gaan gewoon zitten, dan vergeet wie een drinkje. Want anders werken we niet. Dit zijn mooie momenten. Hè. Lekker even proosten, even gaan drinken er tussendoor. En de kook in de keuken. Proost. Proost. Bartje, ben je dan niet klaar, joh? Ja, ik ben de soepjes aan het maken, Ton. Hé, ik had ook niets anders verwacht van dit. Hoort er gewoon op het tableau. Nu vergeet je gewoon nog op de bel te houden, zeg. Ja! Dankjewel. Alsjeblieft. Maar ik heb een slappertje omgedaan. Ja, dat heb ze wel nodig. Het heeft wel gegeven. Oh. Zo, Britt, en dit is de eer om te proeven. Is ze erg heet, Bart? Ja, maar dat is gewoon wel warm, joh. Maar dit is ook een soep, die mocht ze gras ook nog een paar uurtjes, of een paar uurtjes, minstens een uurtje mocht dat wel door blijven trekken. Okay. Ja, als ze toch nog gaat meer smaken, goed, ja, ja. Als het te kort is. Heerlijk. Bartje. Ja. U hoort wat het meetje zei. Meetje. Ja, ik kan ook zeggen jonge dame. Ja, dat is er een jonge dame. In de munt is ze zo, meetje. Oké. Okay.
Ze is een jonge dame. Ik zie wel een feest. Dan een jonge dame, wat drinkt ze van mij? Toen zeg ik, hé meisje, wat drinkt ze van mij? Ja. Oké. Heb ik gelijk of ongelijk? Weegt het. Nou, in ieder geval, de punten gaan weer naar Bartje, als ik het goed heb begrepen. Yep. Ja? Ja. Nou, hier is het. Een tweede keer van ik niet geven. Nee, hoort niet. Verblieven bij die 9,5. Dat mag wel. Ja? En als je de volgende keer hier samen met mij gezellig met Bartje wil koken, geef ik dan op die programma Koken met Ton. Ik zal zeggen info@tv11.nl. Eet smakelijk. Dan heeft ze er niets meer te zeggen, hè? Jonge dame, eet ook door. Jojo, zeker. Ja, dan zeg maar die fijn truc met hoes te koop, Bart. Tussen stoet hoes duidelijk te koop, want je kunt ze altijd Britje bellen. En Britje is ook wel met naar Spanje kind. Als ze vrije kind krijgen, dan ga ik zeker met. Och, dan ben ik, och, dan kunnen ze wel een minklepje dit jaar. Dat is prima. Nee, dat is prima. Dat ben je niet zo aan, dan kunnen ze een minklepje. Dat is goed. Oh, oké, Bart, vooral even ze een klepje ook. Of we gaan een liedje zingen, hè? Dan weet ze dan nog. Ach ja. Ja, toch met de carnaval, zo we dat er door met de gekke pekker. Veer is achter, bekkie, ja. Dat werd helemaal goed, veer het weer achter. Ik word niet genoeg aangespoord weer tot iets wat ik ga niet kennen. Ja, maar ik ken dat ook niet. Ja, je laat dat met de bekker zingen. Ja, zeker de vloer van zingen, veel in de bekker wel aan het zingen. Oh, ja, dat is wel een beetje. Dat is wel een beetje. Ja. Dat is klopt. Het cover-LVK. Cover-LVK. Oké. Okay.